Goedenavond. De reorganisatieproblemen bij de nationale politie blijven zich opstapelen. Dat zegt de ondernemingsraad van de politie. Met een waarschuwing aan de politiek. Als het zo doorgaat, gaat dat direct ten koste van de veiligheid op straat. En dan een grote overname door Shell. Het Nederlands-Britse oliebedrijf wil de Britse BG Group overnemen, die vooral groot is in gas- en diepzeeboringen. Shell betaalt 64 miljard euro voor het bedrijf. Het is daarmee de grootste deal in de olie- en gaswereld van de laatste 10 jaar. En door deze overname staat Shell bovenaan de lijst van gasbedrijven. De derde verdachte van de overval op de juwelier in Deurne is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Hij heeft de overvallers met de vluchtwagen geholpen en hij heeft het pand en de omgeving verkend. Bij de overval werden de twee daders doodgeschoten door de vrouw van de juwelier. En in de rechtszaak tegen de Nederlandse journaliste Frederike Geerdink heeft de aanklager om vrijspraak gevraagd. Geerdink. En dan de beloningen bij de banken. Veel politici en klanten vinden die te hoog. Maar daar denken de bankiers heel anders over. Zij vinden de beloningen eerder te laag. Dat zeiden ze gisteravond bij de hoorzitting in de Tweede Kamer. De commissarissen van ABN AMRO, ING en Aegon waren eensgezind. Met de huidige beloningen is het moeilijk om goede mensen aan te trekken. De Griekse premier Tsipras is op bezoek in Rusland. De reis ligt gevoelig, omdat de EU sancties heeft ingesteld. Ruzie in het Franse Front National tussen Jean-Marie Le Pen en zijn dochter Marine. Aanleiding is de uitspraak van Jean-Marie over de Franse generaal Petain, algemeen gezien als collaborateur met Nazi-Duitsland. In een interview zegt hij dat hij hem nooit als verrader heeft gezien. Vorige week nog herhaalde Jean-Marie zijn uitspraak dat de nazi-vernietigingskampen een voetnoot in de geschiedenis zijn. En een groot deel van de luchtverkeersleiders in Frankrijk is begonnen. Pasgeboren baby's moeten bij de hielprik niet op 17, maar op 30 ziektes worden getest. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. De ondernemingsraad van de nationale politie waarschuwt, er moet meer geld bij of de reorganisatie gaat ten koste van de veiligheid. Het Nederlands-Britse oliebedrijf Shell neemt het Britse gasbedrijf BG Group over voor 64 miljard euro. En in de klas naast iemand gaan zitten aan wie je een hekel hebt. Volgens onderzoek is dat een goed idee. Zometeen meer in het Jeugdjournaal. Tot zover dit NOS-journaal. Hier nu één vandaag met Suzanne Bosman. Ik wens u een heel mooie avond.